Wanneer het gaat over nieuwe technologieën, zien we dat bedrijven vaak voorzichtig zijn en een beetje onzeker zijn, omdat ze de nieuwe technologieën niet begrijpen en eigenlijk niet weten hoe ze die efficiënt in organisatie en op een veilige manier moeten gaan uitrollen. Daarom denk op tijd na over je AI-strategie, denk op tijd na over je quantum computing-strategie en andere nieuwe technologieën, zodat je niet achterop loopt. De mon intervention, je voudrais que les participants retiennent deux choses, la stratégie et l'intégration. Avoir une stratégie claire d'utilisation et de déploiement d'intelligence artificielle, notamment pour les activités, mais aussi pour la gestion des risques. Et enfin, de gérer les risques de l'intelligence artificielle à tous les stades de développement, depuis l'initiation jusqu'au monitoring, mais dans le cadre d'un framework complet de gestion des risques. Wat ik meeneem uit vandaag is dat je niet bang moet zijn van AI, dat het je job niet zal innemen, maar dat het je gaat helpen om sneller en efficiënter te komen waar je wilt zijn. Today I learned that we need to go further and not only be innovative in our core of our company, but also all aspects around it, and that AI can help us with that.